Er is ophef over het aanbesteden van het fietsparkeren in de stad. Op dit moment is het beheer van het stallen van fietsen in het stadsbalkon bij de Biep en de Euroborg uitbesteed aan Werkpro. Het stadsbestuur wil dat nu Europees aanbesteden. In vele andere steden hoeft dat niet. Daar is het beheer uitbesteed aan sociale werkplaatsen of krijgt de beheerder gewoon subsidie. Op dit moment krijgt Werkpro 870.000 euro voor het beheren van de stallingen. Maar het moet voor 170.000 euro minder, namelijk 7 ton. Een fikse bezuiniging dus. Dat kunnen we, zoals we de huidige bedrijfsvoering hebben opgezet, kunnen we dat niet realiseren. Het overgrote merendeel zit in personele kosten. Maar iedereen snapt natuurlijk dat bij een bedrijf, daar horen meer kosten bij dan personele kosten. En er zitten materiële kosten bij, transportkosten, et cetera. Ja, dat moet je allemaal wel incalculeren. Dat is een fors bedrag, dus dat kan ook niet anders dan dat dat gevolgen gaat krijgen voor het aantal personeelsleden wat er werkt vanuit Werkpro. Dat zijn allemaal mensen die op verre afstand van de arbeidsmarkt staan. Dus dat zal betekenen dat een aantal van hun werkplek zal verliezen. En daarmee in de WW en uiteindelijk in de bijstand terecht zullen komen. De bijstand is van de gemeente, dus uiteindelijk betaalt de gemeente een dergelijke krimp zelf. Ondanks de bezuiniging wil de gemeente de kwaliteit verbeteren. De gemeente die heeft het over een kwaliteitsimpuls voor met name de binnenstadstallingen. Daar zijn wij ook erg voor. Hè. Wij willen dat dolgraag. Maar wat ons betreft staat daar een beetje haaks op de intentie om het voor minder geld te moeten doen. Hè, als je praat over een kwaliteitsimpuls, dan moet daar ook boter bij de vis. Anders kun je dat helemaal niet realiseren. Dus dat is een extra reden waarop wij zeggen van doe dat nou niet, bezuinig daar nou niet op. Maar hou dat in stand. We zijn sowieso een tegenstander van aanbesteding in de zorg en in het vervoer en allerlei gemeentelijke diensten. Dat vinden we slecht voor de kwaliteit, maar helemaal ook voor de medewerkers die daar in aan het werk zijn. En in dit speciale geval geldt ook nog eens een keertje dat het college zegt dat eigenlijk Werkpro, die nu het beheer doet, de enige club in de stad is die dat op een goede manier kan doen. Dus als je gaat aanbesteden, nou dan 90% kans dat Werkpro de klus toch weer gegund krijgt. En dan heb je een heel circus opgetuigd waar alleen maar medewerkers onzeker van zijn geworden en waar vervolgens geen enkel effect uit voortkomt. De gevolgen voor het personeel zijn nog niet bekend. Er is gelukkig sprake van overgang van onderneming. Dat betekent dat mensen die in reguliere loondienst zijn en die een SW-indicatie hebben, mee overgaan. Werkpro is er natuurlijk sterk voor dat alle werkgelegenheid overgaat. Want wij hebben hier bij de stallingen een werkplek gecreëerd voor heel veel mensen aan de absolute onderkant van de arbeidsmarkt. Het stadsbestuur vindt dat iedereen moet meedoen aan het arbeidsproces. Werkpro heeft een zeer divers personeelsbestand. Het gaat een pak en beet 100 mensen. Een aantal van zijn nogmaals op de reguliere loonlijst. Maar we hebben een grote groep mensen die een hele grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. En die op dit moment op eigen kracht nog niet naar regulier werk kunnen. Dus voor die mensen is het stallingbeheer een hele belangrijke, zinvolle dagelijkse functie. De raad is verdeeld. De rechtse partijen zoals D66 en VVD die zijn een warm voorstander van aanbesteden. Die willen het liefst alles aanbesteed hebben in deze stad. De PvdA en GroenLinks staan daar duidelijk twijfelachtig tegenover. Maar wij denken dat dat zijn collegepartijen, dat die in het gareel van het college gedrukt worden. Morgenavond praat de gemeenteraad over het aanbesteden van de fietsenstallingen.